De Graafschap treft vrijdagavond op bezoek bij FC Den Bosch, een ploeg die vooral thuis de punten pakt. Trainer Reinier Robbermond wil dat zijn team vanuit de eigen kracht de bossenaren gaat verslaan. Het is een ploeg met, met veel diepgang ook uh, voorin, maar ook wel met creativiteit. En ze durven ook echt wel te voetballen, dus ja, wij moeten daar gewoon weer onze eigen dingen uh, gewoon heel erg goed doen om... Uh, ja, ...om hun uiteindelijk te kunnen verslaan. En uh, ja, daar, daar zijn we in ieder geval goed op voorbereid. Ik denk dat wij uh, heel goed als team uh, voetballen. We gaan voor elkaar door het vuur. Uh, we laten ons eigen spel zien. En uh, ja, dan weet je gewoon dat we heel goed kunnen voetballen. En uh, dat resulteert uh, gelukkig heel vaak in, uh, in een winstpartij. De Superboeren zijn bezig met een indrukwekkende reeks uitwedstrijden in de eerste divisie. Volgens Robbenmont zijn ze daar niet nadrukkelijk mee bezig en wordt er per wedstrijd gekeken. Kijk, wij, wij willen el elke wedstrijd winnen. En, uh, ja, daar hoort een, hoort een reeks bij natuurlijk en uh, die willen wij zo lang mogelijk vasthouden. En uh, ja, weet je, wij kijken per wedstrijd ook en uh, wij willen elke wedstrijd gaan winnen. Dus uh, ja, dan is het alleen maar extra lekker als je in, uh, in een goede flow in een uitwedstrijd zit. Natuurlijk speelt dat mee en lees je dat overal. Maar ja, wij zijn gewoon van wedstrijd tot wedstrijd aan het leven. Hè? Zoals jullie ook de statistieken gebruikt hebben voor de thuiswedstrijden wel of niet. Ja, je kan alles naar, uh, naar je eigen waarheid kan je dat invullen. Wij zijn gewoon op iedere wedstrijd optimaal aan het voorbereiden. Linksback Roland Baas staat dit seizoen onder Robermond vast in de basis. Voor de verdediger is het een teken dat hij zich goed ontwikkelt. Ja, het is ook gewoon lekker dat je de vertrouwen hebt van de trainer. En uh, dat, 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 voel je ook, uh, dat voel je ook van je medespelers. Dus uh, ja, dan, uh, dan ga je ook altijd lekker de wedstrijd in. Robermond beschikt tegen Den Bos weer over dezelfde selectie als de laatste wedstrijd. En lijkt vast te gaan houden aan de basis zelf. Baas hoopt dat hij samen met zijn teamgenoten de trouwe supporters kan gaan belonen. Ja, Er is niet uh, heel veel reden om heel veel te gaan veranderen. Ze hebben een goed niveau laten zien en dat doen ze eigenlijk al weken met elkaar. Dat is gewoon fantastisch. Uh, daar hebben we vorig jaar uh, heel veel gemist. En uh, nu zie je gewoon uh, ja, dat, dat je gewoon zoveel meekrijgt van, van het publiek en van de sfeer. En, uh, dat geeft gewoon altijd iets extra's. En, uh, dat is een, een beloning voor ons hoe wij het doen. En, uh, nou ja, het mooie is dat wij hun ook kunnen belonen dan.